Gegeven is een tabel met de jaartallen 1995, 2002, 2005, 2011 en 2020. En er zijn aantallen gegeven. Ik heb ook een grafiek bij de situatie getekend en je zou jezelf nu kunnen afvragen, wat verwacht je nou bij een tussenliggende waarde, bijvoorbeeld 2009, en wat verwacht je wat het in de toekomst gaat doen, hè? Wat als je verder gaat dan 2020, bijvoorbeeld in 2027. We moeten hier uitgaan van een lineaire groei. En dan noemen we het lineair interpoleren en lineair extrapoleren. Je kunt ook kwadratisch interpoleren of kwadratisch extrapoleren, maar daar zal ik je niet mee nog banger gaan maken. Hè. Laten we het houden bij lineair interpoleren. Stel je moet 2009 uitrekenen. Interpoleren, het woordje inter betekent letterlijk tussen. Dat betekent dat je tussen twee waardes gaat schatten wat 2009 is, uitgaande van lineaire groei. Nou, dus hier zit 2009, dat zit dus tussen 2005 en 2011 in. En dit hier is een toename van 6 jaar. En wat is er dan gebeurd? Het is van 281 naar 220 gezakt, dus dit is een afname van 61. Nou, ik schrijf het zelf altijd als volgt op. Dat betekent dat je in 6 jaar tijd ziet dat er wat is gebeurd, een afname van 61. Nou, dan ga ik eerst terugrekenen. Wat betekent dat nou per jaar? Nou, per jaar betekent dit het 1 zesde deel. Hè. Ik doe aan de linkerkant doe ik door 6 delen. Hè. Dus ik doe hier doe ik gedeeld door 6. En hier doe ik dan natuurlijk ook gedeeld door 6. Nou, dan kan ik het uitrekenen voor 4 jaar. Waarom? 2009 is 4 jaar verder dan 2005. Dus zo bepaal ik altijd hoe ik hier aan die 4 kom. Nou, dan moet ik dat keer 4 doen. Dus je krijgt 4 keer die min 61 zesde. En dat kan ik meteen opschrijven als min 4 keer 61 zesde. Dat betekent dat ik dus in deze stap keer 4 doe. En dat ik ook van die naar die stap keer 4 doe. En dan kun je opschrijven, dus in 2009, wat is dan het aantal? Dan ga je beginnen met het aantal van 2005. Ja, dus dit hier is het aantal van 2005. En je hebt nu uitgerekend wat gebeurt er als ik 4 jaar verder ga. Dus dan kan ik letterlijk wat hier stond gewoon overnemen. Min 4 keer 61 gedeeld door 6. En dat in één keer op de rekenmachine intypen. En dan kom je uit op 240,3. Kun je afronden op het gevraagde aantal decimalen, bijvoorbeeld op gehele. Dan kom je uit op 240. Dus interpoleren, dan pak je altijd de twee dichtstbijzijnde waardes. En nu extrapoleren. Nou, dat betekent dat je buiten de tabel om verder gaat rekenen. En dan maak je altijd gebruik van de twee waardes die daar het dichtste bij zitten. Nou, bij 2027 moet ik gebruik maken van 2011 en 2020. En soortgelijk als net kan ik nu weer gaan zeggen, nou, hoeveel jaar verschil zit er tussen? 9 jaar. Dus in 9 jaar tijd, wat is er gebeurd? Nou, van 2020 naar 193, dat is een afname van 27. Schrijf dan ook een minnetje op. De rest werkt soortgelijk als net, gedeeld door 9. Gedeeld door 9. Nou, dat betekent dat je in 1 jaar min 27 gedeeld door 9 krijgt. Nou, dat is gelijk aan min 3. Als je het met deze berekening opschrijft, dan mag je dit meteen zo verder uitrekenen. Nou, 2027, dan pak ik het jaar wat er het dichtste bij ligt en dat is 2020. Daar zit 7 jaar verschil in. Dus dat betekent dat ik ook nog wil weten en wat gebeurt er dan in 7 jaar tijd. Dat betekent dat je dit keer 7 moet doen. Maar dat je dit getalletje ook weer keer 7 moet doen. Nou, dat betekent dat je hier uitkomt op min 3 keer 7. Hè, oftewel min 21. Nou, en dan kun je zeggen, dus in 2027. Nou, dan begin ik met 193, soortgelijk als net. Hè, dat is dichtstbijzijnde jaar wat er nog net links van ligt. Ja, dus dit was 2020. Nou, dan mag je gewoon opschrijven min 21. En dan kom je uit op 172. Ik zet het even erachter of je schrijft op 193. Ja, en dan kun je ook zeggen ja, min 7 keer 27 gedeeld door 9. Stel je had deze stap laten staan als min 27 gedeeld door 9. Dat had je dan een keer 7 gedaan. Dan had je hier gekregen min 7 keer 27 gedeeld door 9. Dus dat mag eventueel ook. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.